Goedemiddag. Hebben jullie een goede dag vandaag? Ja? Hebben jullie je een beetje inhoudelijk verdiept of zitten jullie alleen maar aan het bier? Bier. Bier? Wow, wow, wow. Dat was niet de afspraak. Wow. Hey vrienden, wat fantastisch om jullie hier vandaag te zien. En wat een prachtige dag is het. En ik hoop dat het in ieder geval nog een minuut of 10 zo qua weer blijft. Maar wat is de mooie dag dat we hier ons eigen festival hebben. Dit is een lang gekoesterde droom die uitkomt. Dit is namelijk waar politiek over gaat. Mensen die samenkomen. Mensen die met elkaar vieren. Mensen die met elkaar inhoudelijke discussies hebben. Proberen samen verder te komen. Proberen onderwerpen te begrijpen. Dit is waar democratie over gaat. En dat is waarom wij altijd spreken over GroenLinks als een beweging. Zoveel mogelijk mensen betrekken bij wat je als politieke partij doet. Omdat je politiek samen maakt. Bij voorkeur onder het genot van een biertje. Vrienden, toen we bedachten dat we een festival zouden organiseren, toen dachten we, weet je wat nou wel heel mooi zou zijn? Laten we dat nou eens in juni doen. Slechts halverwege juni. Wellicht hebben we dan wel iets te vieren. En of we iets te vieren hebben. Want het was namelijk in maart vorig jaar, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat ik op een congres in Rotterdam zei, we gaan in 100 gemeenten regeren. En de teller staat nu op 97. Yippie. En het was op datzelfde congres. Ik ben niet echt van de grootspraak, maar het was op datzelfde congres dat ik zei, we gaan in de 4 grote steden regeren. In 3 zitten we weer in het college en als de planning goed gaat, aan het einde van de maand, ook in Rotterdam. Yippie. Het was een prachtige winst, dit voorjaar. En het laat iets zien dat onze beweging niet iets tijdelijks was. Ik weet nog heel goed, toen we met z'n 4 in de Tweede Kamer zaten. Met Rick Rassoff, Linda Voortman, met Bram, met Liesbeth. En wat je toen zag en wat je bemerkte, was dat er toch een beetje op ons werd gelachen. Dat partijtje met 4 zetels. En het is nu 3 jaar geleden dat ik fractievoorzitter werd. En ik zei, we gaan Nederland veranderen. En ook daar werd soms misschien wel een beetje om gelachen. Ik waagde te zeggen dat GroenLinks een brede volkspartij zou moeten worden. Nou ja, we zullen nog wel eens zien. Maar daar wonnen we de verkiezingen. In 2017. En nog steeds kreeg ik het gevoel dat mensen dachten, lucky shot. Grappige gast, jonge kerel. Zijn kop mag hem best wel wezen. Maar toen wonnen we in maart van dit jaar. In al die gemeenten. GroenLinks werd groter dan ooit. En tegen iedereen die er nog over twijfelt of GroenLinks een doorbraak heeft als een brede volksbeweging, zou ik zeggen, maart is je antwoord. Onze beweging groeit en groeit en groeit. Dat zien we hier vandaag. Maar we zien het niet alleen in verkiezingsuitslagen. We zien het niet alleen op een prachtig festival als hier. Nee, we zien het ook in een onderwerp als klimaat. Wie had ooit durven dromen, maar dan ook echt ooit, dat Sybrand Buma en Mark Rutte van klimaat hun belangrijkste onderwerp maakten op hun partijcongres. Alsof ze nog nooit over iets anders hadden gesproken. Mij stemt dat gelukkig. Het laat zien dat een thema als klimaat is doorgedrongen. Al 25 jaar zegt GroenLinks, we hebben gelijk, maar vrienden, we gaan nu gelijk krijgen. Je ziet het niet alleen bij die 2 partijleiders die het hebben over klimaat. Je ziet ook dat, ik geloof dat de NRC dat had bekeken, dat 1 op de 5 titels van de collegeakkoorden die er op dit moment worden gesloten, daar komt het woord duurzaamheid in voor. Op dit moment onderhandelen we met 7 andere politieke partijen over een klimaatwet. Die ervoor moet zorgen dat het aanpakken van klimaatverandering geen toevalligheid is, maar dat we het vastleggen in de wet voor toekomstige generaties. Dit land kleurt groen. En het is het bewijs dat de verandering is begonnen. Het land kleurt groen, maar nog niet rood. Na de fantastische campagnes die we hebben gehad, met de meetups, met honderden en soms wel duizenden mensen, vond ik dat het tijd was voor iets nieuws. Wat kleinere zalen. Gewoon weer het gesprek aangaan met mensen. Luisteren naar hun zorgen. Ook daar gaat democratie over. Ook dat is de taak van politici. En we zijn begonnen met onze kantine toe. Langs de schoolkantines, de kantines van bedrijven, hier en daar een enkele gymzaal.
Samen eten en daarna praten. Die avonden zijn anders dan hier, waar ik nu een verhaal hou. Nee, ik vertel wat, een paar minuten. Ik leg de regels uit. Niet door elkaar praten, ga alsjeblieft staan, zeg wie je bent. En uiteindelijk sluit ik de avond af door te vertellen wat ons verbindt. En de verhalen die ik hoor in die kantinetour, die zijn ontroerend en hoopvol. Het is ontroerend en vandaag hadden we het ook weer een paar keer. We hadden hier ook weer een geïmproviseerde kantine. Het is ontroerend als ik een docent, en niet één, maar iedere kantinetour opnieuw docenten hoor praten. Die zeggen, ik heb het gevoel dat aan het einde van mijn dag, hoewel ik eerder ben begonnen en nog later ben geëindigd, dat ik het gevoel heb dat ik de mensen heb moeten teleurstellen. Dat ik tekort ben geschoten. Dat ik niet heb kunnen doen wat ik wilde. Er zijn voor mijn leerlingen. Niet omdat ik mijn vak niet versta, maar omdat ik met 30 kinderen in mijn klas, waarvan er 5 ook nog iets hebben, waarvan er 3 hoogbegaafd zijn en de rest gewoon die middenmoot, zullen we maar zeggen, ook aandacht wil, ik red het niet. Het is ontroerend als iemand die in de verslavingszorg werkt, mij vertelt dat ze alleen staat op een groep van 26 mensen. En dat er op een avond dat ze alleen staat, de bezoek komt. Die nemen taart mee. Dus ik zal het zich voorstellen in de, klinkt heel feestelijk, maar in de verslavingszorg dat je niet zomaar iets mee kan brengen. Wie weet wat daarin zit. En dat ze vervolgens aan de grootste cliënt die bij haar zit moet vragen, wil je me alsjeblieft helpen? Kun jij mij beschermen? Kunnen we samen deze mensen naar buiten werken? Of als ik hoor vanmiddag van een jonge dame die op dit moment in de opleiding verpleegkunde zit. Derde jaar, die zegt, als ik had geweten hoe de zorg nu in elkaar zit. Dat ik geen tijd heb om te zorgen voor mensen. Dat ik protocollen moet invullen. Dan had ik nooit gekozen voor de opleiding die ik nu doe. In haar derde jaar zit ze. Vrienden, als je die verhalen hoort, dan kan je cynisch worden. Maar wat ik zo knap vind, is dat al die mensen blijven komen naar die kantineavonden. Ondanks dat ze het zo ongelooflijk druk hebben op hun werk. Dienst na dienst draaien. Werk van collega's moeten overnemen. Nemen ze de moeite om op hun vrije avond naar een avond te komen met een politicus te praten. Om hun zorgen te delen. En hun strijdvaardigheid is hoopgevend. En maakt nederig. Hoe makkelijk is het om als politicus strijdvaardig te zijn vanaf het Binnenhof? Maar hoe moeilijk is het om strijdvaardig te zijn en weten dat verandering nodig is in dit land, als je dag in, dag uit tegen de klippen op probeert het beste te doen voor leerlingen in je klas. Voor de mensen in jouw verzorgingstehuis. Of voor die verslaafden die maar proberen af te kicken. Zij veranderen Nederland. En we moeten samenwerken. Dat is waarom we op 9 september weer naar de AFAS Live gaan. We maken er de grootste kantine van Nederland. En ik zal je zeggen waarom. Het verhaal wat de mensen vertellen uit het onderwijs. En het verhaal wat de mensen vertellen in de zorg. Of de buschauffeur die van zijn baas niet meer mag wachten op dat oude vrouwtje wat komt aanlopen om in te stappen in die bus. De verhalen zijn hetzelfde. Het gaat over doorgeslagen economisme. Het gaat over politici die denken dat mensen zijn te motiveren door competitie in het spel te brengen. Het gaat over een strijd tegen politici die denken dat de overheid het grootste probleem is. Dat die denken dat we niet moeten investeren in onze publieke sector. Dat dat slecht is voor onze economie. Vrienden, ik heb een boodschap voor al die politici die denken dat dat de toekomst is. Dat is het niet. En wij gaan al die mensen in het land verenigen. Van de buschauffeur tot de mensen in de zorg en in het onderwijs en de studenten en de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Al die mensen zullen wij samenbrengen en wij gaan Den Haag laten zien tot hier en niet verder. Yeah. Ik weet niet of iemand vanochtend de Trouw heeft gelezen. Of ervan heeft gehoord. Iemand die is in ieder geval geabonneerd op de Trouw, deze meneer. Weet u, dat dossier van de dividendbelasting. Er zijn dagen dat ik denk, niet weer. Niet weer deze ene maatregel. Kunnen we het in Nederland ergens anders over hebben? Ja, die dagen zijn er. Maar als op een dag als vandaag, als blijkt dat er geheime afspraken zijn gemaakt tussen Shell en de Belastingdienst,
Dan word ik boos. Dan voel ik een woede. Heel diep van binnen. En ja, dan kunnen er mensen zijn die zeggen, moeten we het nou maar over die maatregel hebben? Kunnen we het niet een keer ergens anders over hebben? Nee, verdorie. Omdat dit symbool staat voor iets veel groters. Het heeft alles weg van vriendjespolitiek. 7 miljard euro, mensen. 7 miljard euro is de afgelopen jaren naar Shell gegaan. Omdat er geen belasting is betaald. 7 miljard euro, weten we het nog? 60.000 docenten. Die vragen om 750 miljoen extra. Een tiende van dat bedrag. En wat krijgen ze te horen? Nee, sorry. Dat geld hebben we niet. Dit is wat er misgaat in Nederland. Politici luisteren wel naar de boardrooms van de grote bedrijven. Ja, die laten zich opbellen door de CEO van Shell. Maar ze luisteren niet naar wat er gebeurt in de kantine. Dat is waarom we strijden. Wat zegt dat over onze democratie? Als de dividendbelasting wordt afgeschaft omdat een enkel bedrijf zo machtig is dat ze dat kan afdwingen. Vanochtend hebben wij een brief gestuurd aan het presidium en aan al mijn collega-fractievoorzitters. Het presidium is het bestuur van de Tweede Kamer. Omdat wij het nu tijd vinden voor een parlementaire enquête naar die dividendbelasting. Het is de hoogste tijd. Het is de allerhoogste tijd dat de onderste steen boven komt. En tegen al die oud-premiers, oud-ministers van Financiën, oud-staatssecretarissen, oud-CEO's zou ik zeggen, ook jullie, bereid je maar voor. Jullie zullen aan de Nederlandse bevolking verantwoording moeten afleggen over wat daar is gebeurd. En als we er ook maar achter komen dat er iets niet wettelijk in de haak was met deze maatregel, met deze deal, dan halen we die 7 miljard euro terug bij Shell. We hebben net verkiezingen gehad. En er komen alweer nieuwe aan. En om eerlijk te zijn, ik weet niet of ze er thuis hetzelfde over denken, maar ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten op de Provinciale Statenverkiezingen. En die gaan natuurlijk over onze mooie provincies. Over de megastallen hier in Brabant. Over natuur. Maar de Provinciale Statenverkiezingen gaan ook over de Eerste Kamer. En wij gaan er alles aan doen om onze beweging te laten groeien komend jaar. Nog groter te laten worden. Zodat we Rutte van zijn meerderheid in de Eerste Kamer af gaan helpen. De verkiezingen volgend jaar kunnen een keerpunt betekenen. We kunnen ervoor zorgen dat dit kabinet zijn meerderheid verliest. En als we nu kijken hoe GroenLinks ervoor staat, dan zou het zomaar eens kunnen dat ze afhankelijk worden van GroenLinks. En dat wordt niet makkelijk. GroenLinks is niet een partij die gaat gedogen, om zo'n woord maar eens te gebruiken. Wij zijn een partij die verandering willen. Die zeggen, kabinet, als jullie niet uitgeregeerd willen raken, dan moeten jullie het regeerakkoord openbreken. En ik zou ook willen zeggen tegen het kabinet, begin daar eigenlijk dit najaar al mee. BTW-verhoging op boodschappen, op groente en fruit, op het openbaar vervoer, op kranten, op theaterkaartjes. Doe het niet. De dividendbelasting afschaffen, daar heb ik al genoeg over gezegd. En mensen die een arbeidshandicap hebben, willen jullie die werkelijk waar onder het minimumloon gaan betalen? Doe het niet. Het is jullie keuze, kabinet. Jullie gaan erover. Dit najaar, ik heb er niks over te zeggen. Maar er komt een moment, en dat moment is dichterbij dan velen van jullie denken of misschien vrezen. En dan heb je GroenLinks wel nodig. Hou dat in je achterhoofd. Volgend jaar zijn die verkiezingen. En dan moet dat regeerakkoord worden opengebroken. Of het kabinet is uitgeregeerd. En één ding weet ik zeker. We gaan er de komende tijd alles aan doen om op het gebied van klimaat grote stappen te zetten. En ik hoop dat we dat al heel snel kunnen doen als het gaat over de klimaatwet. Maar als het gaat over de zorgen die ik hoor in de kantines, dan gebeurt er niet genoeg in Nederland. En dat is waar komend jaar over gaat. Kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder werkdruk ervaren, meer waardering krijgen, minder administratieve lastendruk en meer collega's? Het is onbegrijpelijk dat in een van de allerrijkste landen van de wereld we niet goed voor onze ouderen kunnen zorgen. Niet goed voor onze gehandicapten kunnen zorgen. Waar kinderen soms hutje bij mutje in een klas zitten en waar docenten denken, hoe krijg ik het voor elkaar om deze kinderen iets over te brengen? Waar onze docenten overspannen dreigen te raken.
Maar geen politieagenten die voor onze veiligheid op straat zorgen, het bijna niet meer aankunnen, omdat er te veel taken liggen. Dat is niet het land waarin wij willen leven. En nog veel belangrijker, dat is niet het land waarin we hoeven te leven. Want we kunnen het veranderen. We zijn een van de rijkste samenlevingen ooit. En de wereld waarin we nu leven, hebben we zelf gebouwd. Maar het is tijd dat we afrekenen met het economisme. Het idee dat de markt het altijd moet winnen van mensen. Dat competitie het altijd moet winnen van empathie en van samenwerken. En lieve vrienden, dat is waarom ik gemotiveerder ben dan ooit. Om te blijven bouwen aan onze beweging. Om hem groter te laten worden. Om meer verbinding te zoeken met al die andere mensen die nog niet bij onze beweging horen. En dan weet ik zeker, dan gaan we in 2019 winnen. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, de Europese verkiezingen en daarna de Tweede Kamerverkiezingen. En dan zeg ik opnieuw en ik blijf het herhalen, wij gaan Nederland veranderen. Dank jullie wel. En we gaan door. Dank jullie wel. En geniet van vanavond.